Hallo allemaal, vandaag weer een horse lab en ik heb nu gekozen voor Rhino. Dit komt helaas te vaak voor en vooral de neurologische vorm, daar hoor je regelmatig wel wat over. Sowieso elk jaar is het wel weer een keer ergens op stal, dus bij deze ga ik jullie er van alles over vertellen. En ik hoop dat jullie het een interessante en leerzame video vinden. Dus op naar de video. Rhinopneumonie, oftewel rhino, is een infectie die wordt veroorzaakt door twee typen van het equine herpesvirus, namelijk EHV1 en EHV4. Je hebt drie verschillende vormen van het virus: de ademhalingsvorm, de abortusvorm en de neurologische vorm. Rhino is zeer besmettelijk en het kan overgedragen worden door direct contact tussen paarden, contact tussen paard en mens en ook via dingen die het virus meedragen, bijvoorbeeld kleding en borstels. En het kan zelfs via de lucht over hele korte afstanden worden doorgegeven. Deze vorm zie je voornamelijk bij jonge paarden. Ze krijgen hoge koorts en de eetlust vermindert. Daarnaast hebben ze vaak neusuitvloeiing, lichte hoest en gezwollen keelklieren. Meestal herstellen de paarden binnen een week. Wanneer oudere paarden deze vorm krijgen, vertonen ze meestal geen symptomen en anders maar hele licht. De behandeling van deze vorm is volledige rust voor 1 tot 2 weken en eventueel kan er gestart worden met een antibioticumkuur om eventueel andere infecties te vermijden. Deze vorm treedt op tussen de 2 weken en 4 maanden na de ademhalingsinfectie bij hetzelfde paard en wordt vooral gezien vanaf de 8e maand van de dracht. Vaak zullen meerdere merries aborteren op dezelfde stal gedurende een periode van 2 tot 3 maanden. De abortus gebeurt heel plots en het veulen ziet er normaal uit. Zelf is de merrie ook helemaal niet ziek. De merrie zelf heeft geen behandeling nodig. Wel moet ze apart gezet worden van de andere paarden en moeten de daarbij behorende hygiënemaatregelen genomen worden. Het geaborteerde veulen en alles wat daarmee in contact is gekomen moet vernietigd worden of opgestuurd voor een eventuele diagnose om zeker te weten of het rhino is. De besmette merrie mag ook de volgende hengstigheid niet gedekt worden omdat er dan kans is dat ze weer kan aborteren. Gelukkig komt deze vorm niet heel vaak voor, maar als die voorkomt hoor je het meestal wel, in tegenstelling tot de andere vormen. Bij deze vorm wordt het centrale zenuwstelsel aangetast en de symptomen kunnen per paard verschillen. De meest voorkomende symptomen zijn een slechte coördinatie van de benen en verlammingen. Bij ongeveer 30% van de gevallen verloopt de afloop fataal. Herstel is dus zeker mogelijk, maar er moet dan wel intensief gezorgd worden voor het paard. Omdat er verschillende symptomen zijn, zijn er ook verschillende behandelingen. Overleg ten alle tijde met de dierenarts over welke behandeling gestart moet worden. Deze weet het beste hoe er met jouw situatie omgegaan moet worden. Wanneer een bedrijf geïnfecteerd is, is het raadzaam om het bedrijf gedurende 4 weken na de laatste uitbraak af te sluiten. Natuurlijk moeten de paarden wel verzorgd worden en hiervoor moeten dan wel hygiënische maatregelen genomen worden. Zorg er zelf voor dat als je van stal naar stal gaat, je eventueel andere kleding aantrekt om eventuele besmetting tegen te gaan. Ook bestaat er een vaccinatie voor rhino. Deze beschermt alleen niet tegen de neurologische vorm en een vaccinatie geeft nooit 100% uitsluitsel. Dat was de video over rhino. Ik hoop dat jullie nu goed weten wat het precies is. En ja, al de vormen ervan. Dus ik hoop dat jullie me interessant en leerzaam vonden. Zo ja, vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. En voor mijn gewone video's elke woensdag.